Welkom bij een nieuwe Riebe de Bie. Ja, ik heb niet mijn wielerkleding aan, maar we gaan weer eens even bij een wielerwedstrijd kijken. Vorig jaar deed ik hier mee, is Stellenplas, MTB Cup. Ik ben wel benieuwd. Ik heb een aantal bekenden heb ik in ieder geval al gezien. En ook een aantal mensen die vorig jaar aan de kant stonden en die nu wel meedoen. Welkom bij deze nieuwe Riebe de Bie. Staan gewoon hier een winnaar van Parijs-Roubaix aan de start. De heer Mobach, jongen, wat doe jij hier zo? Ja, een keer een wedstrijdje, weer eens wat competitie. Ik heb er wel zin in. Wat leuk. Ja, eerste keer dat jij meedoet? Ja, klopt. Ja. Andere jaar deed ik eigenlijk geen wedstrijden in de winter. Ik heb nog wel vroeger bij de jeugd en nieuwelingen op de baan gereden, maar ja, daarna eigenlijk niet meer en nu weer zijn wedstrijdje tussen. Vorig jaar natuurlijk won jij Roubaix. Wat wil jij gaan presteren? Wat zijn de hoofddoelen? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. In een nieuwe categorie bij de U23, nieuwe ploeg natuurlijk. Dus het programma moet sowieso nog besproken worden. En, ja, ik zal gewoon kijken wat het volgende seizoen brengt en ik ben wel benieuwd. Succes vandaag. Ja, dankjewel. En Janno gaat volgend jaar rijden bij de opleidingsploeg van Giant Alpecin. Johnny, doe eens remmen. Wacht eens even, stop eens even, stop eens even. Vorig jaar stond ik hier zo, deed ik mee en er stond er iemand op deze plek langs de kant van de weg. En dat was jij. Ik, ja, en wat dacht je toen? Ja, ik denk, nu zie ik hem rijden. Ja. Dan moet ik zelfs ook eens een keer mee gaan doen, hè? Ja, ja, ja. Even net een rondje ingereden. Ja. De tweede keer ook meedoen. Ik heb de eerste keer meegedaan in Wemeldingen. Ja. Vond ik wel zwaar. Ja. Het ligt helemaal zwaar, hoor. Ja. Ja, en waarom is het zwaar? Want, ja, je begint zo te tollen. Ja. Technisch. Dus je bent duizelig als je eruit komt. Ja. Ja, daar een lastig klein klimmetje. Ja. Kan je niet inhalen of dan moet je gewoon mee zitten. En de achterkant heb je, ja, is het technisch. Een paar klimmetjes er nog in. Ja. Afdalingjes. Ja. Dat is wel pittig worden. Doe je best, joh. En ik ben nog niet zo gevorderd als jou. Doe je best in ieder geval en leuk dat je meedoet. We gaan opletten, nummer 4. En Johnny, hier zo in zijn Canada-trui, heb ik de bodycam gegeven, zodat we ook weer beelden hebben uit de koers. Trainer Jacob, volgens mij voor het eerst dat je meedoet dit jaar. Ja, dat klopt, ja. Ja. Elk jaar roep ik dat ik er een paar mee wil gaan doen, maar elk jaar komt het net niet uit. En gelukkig vandaag wel een keer. Het is wel leuk om een keer te doen. Ja. Kan het helemaal niet, maar het is wel leuk. Kan niet? Nee. Waarom niet? Nee. Technisch niet? Nee, ik ben daar niet zo sterk in. Ik kwam mijn kracht niet zo goed kwijt op die mountainbike. Ik weet niet wat het is, maar geef niks. Het is leuk om te doen. Gewoon een uurtje genieten. Zo is het. Ja. En ja, we gaan het zien. Uurtje rammen, hè, en dan kijken waar je uitkomt. Ik ben benieuwd, jongen. Succes. Dan, zet hem op. Dankjewel. Hoppa. Ja. Ja. Technisch beter, hè, toch? Ja, veel beter. Ja, meer ervaring, hè? Veel beter, alleen valt niet zo op dat ik beter ben. Veel meer ervaring, dan zijn dat, hè? Zoveel. Nou, de mannen zijn gestart en komen voor de eerste keer hier langs. En wat leuk is, hier hebben ze ook zo'n slak heen en weer door elkaar. Tof te zien. Na één ronde is het Vincent Meijvis aan de leiding, gevolgd door Bart Kleijs. En vlak daarachter Marijn Vermuwen. Daarachter een groepje onder andere met Nick de Rijke, Thomas Brian Loent, Edzard van Ewijk en natuurlijk Roubaix-winnaar Jarno Mobach. 15 seconden daarachter hier Jacob Wijnstra en ook Roelof Tolman. En dan op plek 22 cameraman Johnny Uiterhoeven. En Johnny, die wordt net bijgehaald door de kop van de dameswedstrijd. Met onder andere Simone Cornelissen en Zoe Mulder. Deze wedstrijd bij Stellenplas in Henkensand is onderdeel van de Zeeuwse ATB Cup. 10 wedstrijden worden er verreden, niet alleen in Zeeland, maar ook in Zuid-Holland en België. Die doen echt allerlei niveaus doen aan mee. Als je een beetje wil mountainbiken, kan je ook gewoon een dagkaart kopen om mee te doen.
Maar vorige week stond bijvoorbeeld ook Marco Minnaert en Brian van Goetem aan de start. Twee profs in deze Zeeuwse ATB Cup. Na een uur wedstrijd wint Vincent Meivis deze ATB Cup van Henke Sand. Hij leidt van start tot finish. Goeie training. En? Oh, lekker gespeeld toch? Ja. Het viel er mee. Ja? Ik had gedacht dat ik meestal zou vallen en halverwege. Dus. Prima. Volgens mij ook. Ja. Leuk om te zien. Ah, kapot. Ja? Verschrikkelijk. Vooral het laatste kwartier 20 minuten. Ja, dat hoor ik ook al. Ja. Ah, wel mooi hoor. Ja? Ja. Maar het is zo zwaar. Ja, je weet het wel hè? Ja, ik weet het zeker, absoluut. Het is super zwaar. Snap bij mij wat rijden. Ja. Johnny wordt uiteindelijk 25e en Jacob 17e. En terwijl het zonnetje wegzakt, zeg ik, dit was deze Ribe de Bie. Dankjewel voor het kijken en je weet het, als je dit leuk vindt, een duimpje geven. Daar ben ik altijd hartstikke blij mee. En als je nog geen abonnee bent, hieronder even op abonneren. Want we zijn op weg naar die 1000 abonnees van Ribe de Bie. Ik zeg tot volgende week. Tot ziens!